Het is Op Weg met de Bijbel, een podcast van TWR. Fijn dat je weer luistert naar Op Weg met de Bijbel. Mijn naam is Leo Heuvelman, auteur van christelijke boeken en schrijver van christelijke gedichten. En deze week neem ik jullie mee vanuit de Bijbel op reis rond het thema psychisch lijden. En dat doe ik vanuit mijn boek Wees niet bang, wat ik speciaal voor jou heb geschreven als je te maken hebt met angst, paniek, depressie of andere vormen van psychisch lijden. Want dat is er helaas heel veel in onze maatschappij. We leven in een tijd waar ontzettend veel prikkels tot ons komen. En vanaf jonge leeftijd moeten we al zoveel. Jongeren staan onder geweldige invloed van de maatschappij en social media. En dit geldt ook voor volwassenen. Niet voor niets is er steeds meer psychisch lijden. Er zijn lange wachttijden voor hulp en kampen veel mensen met burn-outs. En de Heere God heeft in de Bijbel heel veel laten schrijven en opnemen over angst. Maar wat is er in de Bijbel ook veel te vinden over het thema rust? God weet dat wij mensen zijn die snel ongerust zijn. En dat we leven in een wereld vol onrust. En David schrijft in Psalm 62, alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding. En David spreekt hier over een rust die alleen bij God te vinden is. In deze psalm beklaagt hij zich dat hij wordt aangevallen en wordt bedreigd met de dood. Toch zegt hij dat zijn ziel rust ervaart bij God en alleen bij God. In het Nieuwe Testament spreekt Jezus ook over rust. En daarover denken we met elkaar na in deze uitzending. Het zijn de bekende woorden vanuit Matthäus 11, vers 28. Kom naar mij toe als je vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven. Heb jij wel eens een hamster zien rennen in een rat? Het beestje blijft maar rennen. Onophoudelijk gaat hij door, zonder maar iets te bereiken. Ja, een goede conditie misschien. Heel af en toe stopt hij om wat te eten en dan rennen weer. Zo kan ons leven ook aanvoelen. Drukte en stress kunnen je verdrukken, onderdrukken en weghouden bij... Belangrijke zaken in het leven. We leven in een supersnelle digitale en onrustige tijd. Alsof we midden in een doornestruik staan, zo omringen ons van alle kanten prikkels. We zijn onlosmakelijk verbonden met onze smartphone en internet, waardoor we niets missen. Al in je vroege tiende jaren begint de druk om te presteren toe te nemen. En leren en werken zijn goede dingen. Zegeningen zelfs. Maar je kunt er ook in doorslaan. Te veel van jezelf vragen, altijd maar op zoek naar meer en beter. In deze maatschappij kun je gemakkelijk jezelf verliezen. In deze goudjacht. In onrust verlies je jezelf. Velen hebben te maken met burn-out klachten of krijgen lichamelijke en psychische klachten. Te veel stress. Zoek namelijk een uitweg. Dat kan zijn in de vorm van een verslaving, prikkelbaarheid, weinig slapen, moeite met concentreren en nog veel meer. Je hebt rust nodig, Gods rust. In zijn rust word je aan jezelf teruggegeven. Maar hoe kom je terecht in deze rust? In onze tijd zijn wij, net als de hamster, het wandelen verleerd. We rennen en vliegen alleen maar. Wie gelooft, kent een vorm van rust. Deze twee woorden zijn aan elkaar verbonden als man en vrouw. Als je gelooft, ontvang je geestelijke rust. En dat werkt ook door in je lichamelijke rust. Het verandert namelijk je perspectief op het leven. Wij hoeven niets meer te presteren. We mogen leven in Hem en daar zit vaak het probleem. Want wij hebben er te veel genoegen in om er te zijn voor onszelf. En de maatschappij om ons heen. En zo rennen we maar door. Jezus zegt het in Matthäus 11, vers 28, zo mooi: Kom toch naar mij toe als je moe bent en belast, en ik zal je rust geven. Ken je Henoch? Henoch is de bekendste wandelaar in de Bijbel. Er staat over hem geschreven dat hij wandelde met God. En wij moeten leren. Om meer te wandelen. Wandelen om rust te vinden. Zowel geestelijk als lichamelijk. Als je wandelt zie je meer van je omgeving. En dan kun je ook meer ontvangen dan rennend. God nodigt jou uit om met hem te wandelen. Anders ren je aan hem voorbij en ontstaat er stress en onrust. En vanuit die rust, die ontstaat door te wandelen, kun je ook beter luisteren naar God, naar Zijn woorden. En ook beter naar elkaar. Jezus heeft nog iets te zeggen in Matthäus 11. Het beroemde vers 28 is, wat mij betreft, onlosmakelijk verbonden met vers 29 en 30. En daar zegt hij: Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus volgen. Wat mooi om samen met hem op te trekken, te wandelen en geen stap meer te zetten zonder hem. Jezus gebruikte hier het voorbeeld van een juk. Dit is een houten verbinding waar twee ossen onderliepen. En ze wandelen samen, maar de verhoudingen zijn verdeeld, want vaak leidt een ervaren os een onervaren. En leef je al vanuit deze rust? Heeft Jezus al de leiding in jouw leven? Voel je een zacht juk, een lichte last, of is alles nog zwaar en moeizaam? In de brief aan de gelaten schrijft de Apostel Paulus: Dat we mogen wandelen door de geest, zonder ons te laten opjagen door onze eigen begeerte. Wandelen met God is belangrijker dan alles wat je in dit leven kunt tegenkomen. Het is belangrijker dan geld verdienen, afstuderen, promotie maken, slanker worden. De mening van anderen, een groter huis en vul zelf maar aan. Ontspannen wandelen in Gods genade en rust maakt andere mensen van ons. Je bent Zijn kind en daar mag je in rusten. En met dat besef sta je heel anders in het leven, en zo mag je je positie innemen in deze maatschappij. En daar mag je zeker je best voor doen. Maar boven dat alles staat dat je weet dat Zijn liefde voor jou niet afhankelijk is van jouw prestaties. En zo mag je wandelen over jouw levensweg in zijn aanwezigheid. Of je nu loopt over een wankele brug omdat alles onzeker is, of dat je loopt door de dichte mist omdat de omstandigheden onduidelijk zijn. Of je loopt over straten van goud vol met zegeningen. Je wandelt met hem. Wat een relaxed leven. Ik sluit deze uitzending een week van overdenking af met een bijzonder verhaal, wat ook in mijn boek Wees niet bang staat. In Zuid-Amerika leeft een meisje. Angel heet ze. Zij is een vrolijke tiener die op een mooie zomerse dag met haar vrienden gaat zwemmen. Ze duikt het water in, maar op die plek is het meer heel ondiep. Ze komt met haar hoofd op de bodem terecht en breekt haar nek. Ze raakt blijvend verlamd over bijna heel haar lichaam. Ze zit in een rolstoel en moet overal bij geholpen worden. En later krijgt ze problemen met haar gezondheid en komt op bed te liggen. En haar ouders plaatsen haar bed voor het raam. Om haar wat op te vrolijken maakt haar vader een voederplank voor vogels voor het raam. Er komen veel vogels, maar Angel wordt er niet vrolijk van. Ze is jaloers. Want die vogels kunnen vrij bewegen en overal heen vliegen, en zij ligt maar in bed, verlamd. Zij wel, ik niet, denkt Angel. Totdat er ook musjes op haar voederplank komen. Angel moet aan de woorden van Jezus over de mus denken. En ze schrijft in haar boek: Ik keek naar de voederplank en ik glimlachte. Ik kon begrijpen. Dat Jezus de machtige adelaar opmerkte, maar een ruziende mus. Ze kosten een stuiver per dozijn, dat heeft Jezus zelf gezegd. Toch koos de Heer uit duizend vogelsoorten de meest onbeduidende, minst opvallende, armoedigste vogel van allemaal. Een nietig wezentje dat zelfs door vogelwaarnemers wordt genegeerd. En die gedachte alleen al zorgde ervoor dat mijn angst verdween. Ik voelde me waardevol en opgemerkt. Als de grote God van de hemel zich bezighoudt met een kleine grauwe mus op de voederplank voor mijn raam, dan zorgt hij ook voor mij.